Last van veel stress? Wil je je woede kwijt of wil je gewoon er lekker op losgaan? Vandaag is er in Nijmegen een van de weinige rage rooms in het land geopend. Onder de klanken van klassieke muziek en hard gebonk kun je met een breekijzer of zware hamer een kamer vol spullen tot de grond toe afbreken. Bierflesjes, computerschermen, stoelen, alles kan kapot. Ja, een rage room die hebben we hier en dat is een kamer die wij vullen met glazen flessen, verschillende apparaten en een meubelstuk. En dan kan je met je vrienden, familie, bedrijfsuitje, teamuitje, kan je hier langskomen en heel alles gewoon slopen zonder schuldgevoel en op een veilige manier. Maar waarom iemand nou naar zo'n rage room toe zou gaan? Dat je hier gewoon alles kapot kan slaan zonder dat je daar enige zorgen aan hebt. Ik bedoel, ja, als je thuis alles kapot gaat slaan, dan heb jij... Zit je met een groot zooitje en hier kan je gewoon lekker losgaan. Iets doen wat je eigenlijk altijd al gewild had, maar misschien niet mocht. En dat kan je wel. Ik kon goed je woede kwijt. Ja, was ook wel even nodig. We waren er allemaal wel klaar mee. Ja, dat was nodig. Nee, het is echt top als je even je energie wil laten gaan en je hoeft even nergens aan te denken. Dus dat is echt top. Het is heel leuk al dat slopen, maar ze moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat alles veilig verloopt. Achter mij hebben wij beschermende pakken, maskers, handschoenen... Op die manier ook gehoorbescherming voor de mensen die dat willen. Op die manier proberen we zo veilig mogelijk bezig te zijn. Op een paar kinderwondjes. Maar dat ligt aan ons, denk ik. Ja, we zijn gewoon een beetje onhandig. Ja, ik denk dat het is. Maar het was wel de moeite waard. Ja, voel je nu een vermindering van stress en woede? Boah, dat is een goeie. Ja, ik voel nu nog steeds even niks. Een beetje adrenaline nu. Ja, ik denk maar, het wel. Maar ja, wel echt een beetje opgegroeid worden wie je kwijt bent. Het is wel een opluchting, ja. Ja. Ik zou het wel aanraden, zeker, ja. Het is een van de weinige rage rooms in Nederland. Toch is er iets wat Smash It in Nijmegen onderscheidt van de rest. Daar zijn wij dan weer, naar mijn weten, wel de enige van in Nederland. Dus dat wij ook op locatie komen bij bedrijven. Wij zetten dan een zeecontainer neer, of meerdere. Ligt eraan hoe groot het bedrijfsfeestje is. En dan kunnen mensen kunnen daarin roleren. En dan heb je eigenlijk een rage room op locatie. En dat is tot nu toe heel erg goed gegaan. Er wordt goed gekeken naar welke spullen ze gebruiken voor de rage rooms. We proberen zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. We slopen alleen spullen die echt bestemd zijn om al weggegooid te worden. We gaan geen nieuwe spullen slopen. Dat is natuurlijk zonde. We werken samen met kringloopwinkels, ontruimingsbedrijven. En proberen nou ook een beetje een naam te maken in de omgeving. Dat mensen ook naar ons toe kunnen brengen om hun spullen weg te geven die ze eigenlijk al van plan waren om weg te gooien. Zo heeft het op die manier nog een keer. Kunnen mensen nog één keer echt goed plezier van hebben. En dan scheiden wij het uit. En wordt het weer weggegooid. Ja, het is wel echt heel leuk om te doen. Ja.